zeg nu gewoon ja voor de video, anders denken de mensen denk je voor je bed. Winter in Oostende. Jij bent ook niet content. Hè? Nee, ik heb. Nee, nog een keer. Dames en heren, hou u klaar voor de enige echte Noah. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe video. Ik was gisteren de video aan het bewerken en ik dacht van oei, dat is ook maar een beetje triestig hoe ik daar was. Maar we waren allemaal een beetje ziek, dus dat kan wel. Ik heb nu hier, kijk eens op de achtergrond, wat een mooi uitzicht. Het zonnetje schijnt net niet, komt soms wel door de wolken heen. Maar kijk eens weer, wat een prachtig weer en hoeveel volk er hier rondloopt. En die lekkere zeelucht, hè, zalig. Doet mijn neus open gaan, je gaat er helemaal van genezen worden van die lucht. Geen medicatie nodig, alleen maar zeelucht. Wij gaan vandaag naar daar. Wij gaan naar het strand. Want Noah, die wou iets. Oh, ik ben bang dat mijn eigen dat buiten gesloten. Want Noah, die wil iets gaan doen. Noah, wat wil je vandaag doen? Schelpen zoeken. Schelpen zoeken? Ja. Ja. Wil jij op het strand? Ja. Echt? In ja. De zand? Ja, dat kan met schelpen, want daar zijn schelpen en niet op de dijk. Ja, op de dijk zijn geen schelpen, dat is waar. Oké, dan gaan we schelpen zoeken met Noah. Moet ik deze camera wisselen. En dan moet ik hier deze ook nog proberen uit bed te krijgen. Wacht, dat is dus duwen zo. Dag schat, hoe gaat het met jou? Ik ben niet alleen kwaad voor jou. En best u niet alleen, ik ben ook lief, hè. Ik weet hoe die restje raakt. Wat heb je gedaan? Zo. Oh, ik heb juist gegeten. Ah, nee. We zijn niet alleen stout voor je, we zijn ook lief voor je. Want in de filmpjes die ik maak, blijkt dat ik je altijd pest en rare namen noem en zo. Maar ik ben ook lief voor jou, hè. Zeg nu gewoon ja voor de video, anders denken de mensen dat je lief voor je bent. Ja. Oké. Maar nu dus, camera wissel en naar het strand. Oh, amai. Dan niet, maar wel naar het strand te gaan. Ik heb nu de DJI Action 4 bij. Nee. Noah, heb je handschoenen nodig? Ja. Mag ik schelpen? Ik lijk hem vast houden. Ik heb een zakje. Ja. Waarschijnlijk gaat er veel te veel wind zijn buiten, dus gaan we elkaar niet meer goed verstaan. Ja, of jij gaat mij niet meer goed verstaan. Dus we gaan gewoon wat cinematische beelden proberen te maken. Hè. Of leuke beelden proberen te maken, Noah. Ja. Ik heb een leuk beeldje voor nu. Dus... Hij is al vertrokken. It's all on you.
genoten heb van de beelden. Het zijn 360 graden beelden, dus daar heb ik wel wat tijd in gestoken om die te bewerken. Noah heeft heel veel schelpjes geraapt. Ja, en er zit zand in mijn oog. Ja, er zit zand in zijn oog. En bij mij zit zand niet in mijn oog, maar wel in mijn onderbroek, in mijn bilsplit, in mijn schoenen. Overal zit zand. Ja, bij mij ook. Het zand waaide zo hard dat het overal in kwam, hè, schat? Dat is niet normaal. Nu zijn we rustig terug aan het wandelen, niet via de dijk, want de wind was zo hard, dat was niet aangenaam. De zand waaide in het gezicht, dat was niet zo leuk. Hier staat ook zoiets naar de dijk slecht toe. Ah ja, we moeten oppassen, want hier kan inderdaad ook felle wind komen. We gaan eens voelen als dat zo is, hè. Nee, niet veel wind. Hier is het aangenamer lopen dan daar op de dijk. Ho, ho. En wat gaan we nu doen? Naar het hotel en dan zwemmen. Oké, terug dus naar het hotel en dan? Zwemmen. En om te bewijzen dat het zand overal is gekomen, kijk hè, mijn schoen. En dan zo en dan. En Noah zit zijn schelpjes zuiver te maken. Oh jong. Noahtje, dat drupt hier allemaal die grond op. Ja. Mijn vriend toch? Dat is ook zalig voor die afvoer hier. Oké, ja. Nu tijd om naar het zwembad te gaan. Ik heb hier trouwens nog een camera gezet. Daar. We gaan de badjassen challenge opnieuw doen. Maar dan verticaal. Zodat we dat ook op de shorts kunnen zetten. Want gisteren was dat verticaal met deze camera gemaakt. En dan kun je moeilijk knippen. Zeker niet als we met drie erop willen staan. Dus nu... Dat doen en dan zien we u terug in het zwembad. Heb je al gehoord van de badjassen challenge? Kijk dan. Ga je allemaal mooi op een rij staan en goed opletten wat gaat gebeuren. We nemen de badjas, we zetten die voor ons uit. Ja. En dan doen we 3, 2, 1. Top, we kunnen gaan zwemmen. Als we in het zwembad zijn, dan moeten we altijd even geduld hebben. Ik zit nu even op de bedje. Maar Noah, die zit daarachter. En zo, hij wordt nu een beetje gedwongen door Elle om in het water te gaan. Ik denk dat hij het een beetje koud heeft. Pwa. Maar als hij erin is, ga ik er ook in. Alleen gezwommen wij. Ja. Goed bezig, man. Noah komt af met... Papa, als ik 5 slagen doe, dan krijg ik een trein van Lego. Ik denk dat we dat een jaar geleden gezegd hebben als hij dat deed. Je vergeet dat dus niet, hè. En nu roept hem een half jaar. En nu gaat hij oefenen. Als hij van deze kant tot die kant komt, dan heb ik het vlaggen. Dan krijgt hij een trein van Lego. En die kost veel geld, hè. Dat is niet een trein van 20 euro, hè. Dat is echt een dure trein. Over de 100 euro, denk ik. Wat, hè? Ik dacht, mama, je mag het niet filmen. Oké. Okay. Noah, je hebt het niet gehaald. Je hebt het niet gehaald, hè. Maar het is niet erg, nee. Nee, maar dat bewijst wel dat hij niks vergeet. En dat we ooit nog wel eens... naar aanhangen voor die trein. Ja. Zeker, zegt hem. Ondertussen gaan we nog eens een keer genieten van de jacuzzi. En dan gaan we taartjes halen. Of tabakjes. Ja. Het is ondertussen 14:15. En wat betekent dat hier, Noah? Koekjes. Koekjes en gebak. Gebakjes, hij verbetert zijn eigen. Maar dat wil wel zeggen dat wij in onze kamerjas naar beneden het restaurant moeten. Dat doet geen graag, hè. Er is nog veel. Kijk eens hier. Top, top, top. Maar helaas, jouw curryconfituurtjes zijn er niet meer. Wel andere dingen. Appeltaart, rijstaart en frantjepan, denk ik. Ik ben hier lekker in het hoekje onze dingetjes te pakken. En zitten gewoon nog te roepen en te schreeuwen dat hem zelf zijn dingen wil pakken. Alsof de mensen nog niet genoeg kijken naar ons. En nu ook met deze kamer. Gaan we een rijntje pakken? Ja, dat hebben we nog. Oké. Okay. Lekker eten.
Weet je wat hij nu juist zegt tegen mij? Ik heb eigenlijk geen honger nu. Kijk hier! Jong, jong. Ja, dat begin, ziet er zo goed uit. Ik en begin, ik wil dat van allemaal eten. Ik begin wel al een honger te krijgen, eigenlijk. Ja, maar lekker. Noah, zit je klaar? Want we zijn op jou aan het wachten. Wat zit jij aan het doen? Ja! Wat gaat jou zijn daan doen? Dan kom je dan, ja, we gaan nog altijd van dit uitzicht genieten, hè. Wij zijn gedoucht en terug aangekleed en tijd om naar de kerstmarkt te gaan van Oostende. Wat verwacht jij van de kerstmarkt, Noah? Oké, dan gaan we dat zo zien. Ik denk veel lampjes en kraampjes. En ik denk doosmoesballen. Dat zou wel kunnen, maar we hebben gereserveerd om te gaan eten. Ja, ben je net een plaat pakken? Ja, om 6:30 gaan we eten bij Jill en Burgers. Perfecte burgers daar om te eten. Dus daar kijk ik wel naar uit. Dus die smoutbolletje. Ja, Noah heeft dat speciaal voor mij gekozen. Dus de laatste avond gaan we lekkere burgers eten. Ja, wat ik ook best wel lekker vind. Ja? Maar dan kunnen we geen smoutbollen pakken. Hè? Dus dan kunnen we niks eten daar, want anders gaan we geen honger hebben bij Jill en Burger. Nee, dat is gewoon een kaart voor koffers. Snel, mannen. Noah heeft iets leuks gespot hier om een foto te trekken, een vriend. Ja, bij je. Hier zo. Vind ik het zo leuk. De koekjes, meneer. Ja. 2, 1. Ik. Ja. Heb je een foto zien? Ja. Hier ben je alleen. Stop je dat je niet valt, hè. Kijk, ga. Toch goed dat Noah de mannetjes had gezien. Maar wat minder leuk is, hier het verkeer in Oostende, dat is niet normaal door die kerstmarkt. En ze rijden ook niet voetgangervriendelijk, hè schat? Nee. Moet echt oppassen dat je hier niet omver wordt gereden. Zelfs op het voetpad. Maar daar is de kerstmarkt. Ja, daar is het. Zijn we er al geweest? Ja, we zijn hier ooit al eens geweest. Ooit wel, ja. Ja. Dat is maar toen was het niet donker. En toen waren er andere mensen ook nog bij. Oh jezus, weet je, als ik nu geen honger heb, schat, dan ga ik zelfs wel honger hebben als je dat hier ruikt. Oh man, het water loopt al in mijn mond. Ik heb nog geen eten gezien, hè. Alleen maar geroken. Winter in Oostende. Laten we eens binnen gaan, samen met andere honderden mensen. Veel mensen eten hier. Kijk Noah, daar is de schaatsbaan. Maar ook heel veel volk op zat te schaatsen, amai. En hier staan nu een kraampje. Allemaal kraampjes hier. Ben je weer op zoek naar een panda? Ja. Dat zien we niet hier, hè? Ja, dat is wel. En Elle kijkt al juist naar mij, zo'n kwaad beest. Heb je wel een gezien? Nee, geen pandas. Wat? Ik denk dat je wel pannen hebt gezien. Nee. Ja, ik heb pannen. We kunnen niet terug. Kunnen niet terug. Veel volk, heel veel volk. Hier zijn de toiletten. Ik denk dat we echt op een druk moment geweest zijn, want kijk, nu is het hier al een beetje rustiger. We kunnen al doorwandelen. Ja, dan zou je mooie foto's kunnen trekken, hè. Maar ja, hier zijn hier zoals gezien niet alleen. Hier staat veel volk aan te schuiven voor te gaan schaatsen. Het is normaal, we beginnen. Echt? We zijn in een pretpark. Ja, hè? Vanaf hier moet je nog 2 uur aanschuiven en dan kun je gaan schaatsen. Nou, wat wouden we nog een tram zien, hè. Die weer boemvol zit. Je gaat naar Westendepad. Was dat vroeger? De auto's van vroeger? Een tram? Nee. Is dat heel nieuw? Een tram? Nee, dat doet niet nieuw. Vroeger bestond dat ook hoor. Dat bestaat al lang. Maar auto's zijn nog altijd iets anders. Hè? Ik denk dat tram eerder bestond dan auto's. Dat zou kunnen, dat weet ik niet. Ik denk van ja. Daar hebben we dus echt geen gedachte van. Ik hoop dat je mij verstaat met de wind. Maar wat was eerst? We gaan het opzoeken. Dus, blijkbaar. Ik ben hier het opzoeken van de tram. 1832.
de introductie van de eerste paardentram in Manhattan, New York. En pas in 1885 de auto. Dus de tram bestond eerder dan de auto? Tram was eerst en dan pas de auto's. Maar de eerste tram was met paarden. Die werd door paarden vooruitgetrokken. Maar dat was al heel oud, toen in 1832. Maar 1800 bestaat ze niet. Jawel, 1832. Toen is de tram uitgevonden. En de auto in 1885. En ik heb mijn keuze hier gemaakt. De Benoit Poulet. Kipburger. Met zoet aardappelfrietjes en de 7-Up. En Noah? Met de kidsmenu met de runderburger. Ah, oké. Noah gaat gewoon een hamburger nemen als kidsmenu. En jij? Ik ga ook de Benoit Poulet. Ah, dat was lekker vorige keer, hè? Ja, dat was niet zo. Valt dit tegen. Ze hebben geen kipburgers meer. Dus die lekkere kipburgers kunnen we niet meer bestellen. De ice tea is niet meer hier. Allee, de welke was er niet? Zullen we wel? De kiwi. De kiwi was er niet meer. Alles is op. Veel is op. Dus heb ik nu maar een Rebel terug besteld om te kijken als die pikanter is als vorige keer of niet. Die man zei dat die niet pikant was, maar in de boek staat dat die spicy is. Jij bent ook niet content, hè? Nee, ik kijk al veel lang uit naar die kipje. Moeten we nog eens terugkomen, hè? En Noah? Moeten we nog eens terugkomen naar je? Morgen. Ja, dan zeggen ze weer, ik heb geen kip. Dan moeten we binnenkomen en zeggen, heb je de kipburger? Vertijken wij, dan gaan we die uithalen. Kijk eens hier, de burger. En de zoete aardappelfrietjes. En de coleslaw. En daar is ook een burger. Maar, de jong, waar is jouw burger? Nog niet hier, hè? We zijn te wachten. Wauw. Kijk eens hier. Amai, dat ziet er goed uit, hoor. Voilà. Chique, hè? Schik, schik. Maar je hebt heel veel tomatensaus en dan. Oké, smakelijk. Ik ga deze hier ook lekker opeten. Kijk eens hier. Ellen zit hier het bordje uit te schrapen. Was het lekker? Ja, hè? Ondanks dat je geen kip had. Ja, maar ja, dat was wel een kleur. Vond jij het lekker? Ja. Ja, top. En zoals je ziet, ik heb ook alles opgegeten. De hamburger was pikant. Vorige keer in de zomer toen ik die gegeten had, was die niet pikant. Maar nu was het wel een beetje pikant. Dus het was lekker. Zijn ze al eens vergeten de saus te doen? Vorige keer waren ze de saus vergeten, denk ik. Ik denk dat ze toen de hele saus vergeten waren. Toen was het eigenlijk niet zo goed. Maar nu, goed gemaakt. Het is lekker. Maar de volgende keer wil ik toch nog die kip terug hebben. Als je hier een kindermenu bestelt, krijg je ook een munch. En met dat munch, wat ga je ermee doen? Kijk als je een prijs kan winnen. Oké, probeer maar. Jeton hier. Gaan we naar voren of naar links of naar rechts? Wat wil je hebben? Als je geen slaaf zit, dan moet je meer gaan vullen. Op de knop die was naar beneden wordt gaan. Oh, je gaat nog een keer moeten. En? Ja. We hebben iets. Maar wat me zorgen baart, is dat daar nu credit 2 staat. En dat je nog een keer kan. De laatste keer, hè. Waar ga je naartoe? Misschien moet je die blauwe bal proberen te pakken. Nee, waarom niet die blauwe bal? Nee? Oké, doe maar zelf dan. Doe maar zelf. Wat ga je nu pakken? Je weet het niet, hè? Oh, niks. Nee. Ik denk niet dat je die eruit gaat krijgen. Wat ga je pakken? Die groene. Die ga je niet kunnen pakken. Die gaat hier in de van voor pakken. 10 seconden, ja. Oké, ik ben benieuwd wat hij nu gaat pakken. Met de schoolsbal. Je hebt er... Oh. Beste mensen. Je hebt wel iets. Gaat hij nu op nul staan? Niet hebben. Nee, nee. Ik heb nog een keer. Nog een keer. Ja, zoveel.
3, 2, 1. Oh, 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 oh. Blijft die hangen, blijft die hangen. Perfect. Perfect, zegt hij. Nee, 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 we gaan doorgaan. Niet nog een keer. Nee, 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 nee. En nu is het tijd om terug te gaan naar onze kamer daarboven ergens. Ik denk niet dat er licht brandt bij ons. Nee. We zijn terug op de kamer. Heerlijk gegeten. Buikje vol. Ellen die op de achtergrond voorbij loopt. Daar is ze. En Noah heeft dus drie keer dingen kunnen draaien, grijpen. Ja. Uit de grijpkraan. En nu wil hij dat laten zien, dus doe maar open. Krijg je het open? Even open. Moet ik het open doen? Mama, doe jij open? Gaat het lukken om het open te doen of niet? Ik dacht, er ruikt naar citroen, maar ik denk dat iemand zijn handen heeft gewassen met... ja. Met zo'n doekske. Een soort skelet. Dank je wel. Nu moet ik die weer uit elkaar zetten. Oké. En nu de grootste van mama. De grootste heeft hem ook eruit gehaald. Dat is gewoon een goede tactiek. Wauw. Dat is geen klein plakkerig mannetje, hè? Oh, hè? Die blijft volgens mij altijd recht staan. Hij gaat je op een gewone tafel moeten doen. Kijk! Volgens mij is dat zo'n manneke. Daar zit gewicht in. Kijk, als die hier valt. Ja, hij blijft niet volledig recht staan, maar... Waar is? Zo op de kop. Kijk, die komt altijd recht. Dus Noah is super blij dat hij drie dingetjes heeft mogen vangen. Nee. Maar nu is nog één ding dat we vandaag moeten doen en dan gaan we de dag afsluiten. En dat is Noah zijn favoriete mop terugvertellen. Zijn favoriete... Noah gaat een mop vertellen. Ja. Dus... Zie je maar mijn mop. Ja, hou u klaar, dames en heren, voor de mop van Noah. Dames en heren, hou u klaar voor de enige echte Noah. Hallo. Oma is op bezoek bij Jantje. Jantje vraagt, oma, bent u echt van karton? Ze maakt, nee, natuurlijk niet, zegt oma. Hoe kom je daar nu bij? Jantje, papa en mama zeggen altijd, als u op bezoek komt, kom, daar heb je die oude doos weer. Dat gaat oma niet graag horen. Of wel? En om eerlijk te zijn, die mop hadden we gisteren al gemaakt tijdens het FaceTime met oma. En oma was blij dat Noah een mop ging vertellen. Maar toen die mop eruit kwam, dacht oma, oei. Dat was grappig. Maar met die grap gaan we vandaag deze vlog beëindigen. Oh, jammer. Maar geen nood, morgen zijn we er weer. Dus dank voor het kijken en heel graag tot.